Weet je wat het motto van Piazzolla was? Nee. Was no risk, no life. Ja, dat is echt. En weet je wat zijn twee grote hobby's? Maar, George, heb je enig idee? Eén was boksen. Het andere was haaien vissen. Veel vissen op haaien. Ja. Ja, ik heb een grote vriend, een bataljonist, die als jonge man soort protégé werd van Piazzolla. En die vertelde inderdaad dat hij bij Piazzolla woonde natuurlijk in Buenos Aires. Maar had een zomerhuisje in Uruguay. Komt er de les met het water over. En dat hij daar op bezoek was, dat ze aan het praten waren en aan het eten waren. En dan Piazzolla toen zei van, wacht, kom zo terug. We hoorden ze iets later een enorme knal. En toen kwam, had hij een haai, had hij inderdaad, had hij het gezien, had hij... Ja, en overal in huis hingen allerlei soorten van skeletten van. En ik kwam bizar gedoofd, totally unrelated, een paar maanden geleden, een echtpaar tegen in Brussel na een concert, bij een huisconcertje. En die zeiden van, ik speel daar ook iets van Piazzolla. En het echtpaar, ik denk, uit Italië of Portugal, ja, we bought Piazzolla's house in Uruguay. Ach. Ja. Nou, het is gewoon toevallig dat ik dat apart dat ik gekocht heb. Het was een simpel house, but lots of skeletons hanging on the wall. En dan nog iets op je zo. Ik wist dat eigenlijk de tango vernieuwd, hè? Dat wist je. De tango nuevo. Tango zit in de ziel van alle Argentijnen en alle Uruguayanen. En oude tango, om te dansen. Dus, hè? Milonga's, dat soort dingen. Piazzolla had tango die niet gedanst moest worden, alleen concerttango's. En dan ga je spelen, maar de moeder van mijn goede vriend, de bandoneonist, die als op jouw leeftijd Piazzolla leerde kennen, zijn moeder vertelde van ja, dat ze inderdaad met kleine Marcello, dus mijn goede vriend, samen met Piazzolla een taxi probeerde te, op de straat een taxi te stoppen. Dat de taxi stopte en dat zag de taxichauffeur, zag Piazzolla en zei in het Spaans, jij gaat niet in mijn taxi. En de taxi reed weg. De taxichauffeur herkende Piazzolla, de criminele tango vernieuwer. En Piazzolla kwam de taxi niet in. Dat vond ik wel uit de eerste hand nog wel een verhaal. Dus ja, Piazzolla, diep in de DNA van Buenos Aires en omgekeerd. Tegelijkertijd een enorme vernieuwer. Dit was een van zijn lievelings drie tango's van Piazzolla. Adios No Niño. En deze. En ik denk dat de derde Oblivion was, maar weet niet helemaal zeker. Maar zeker, dit was een van zijn eigen lievelingsstukken in Vierno. Nou, zullen we dan maar. Geniet ervan. Ja. Stel je voor, je moet je voorstellen die strijkers plakken, hè, achter je. Thank you.
prima. Maar ik heb wel nog dingetjes. Heb je een aantal opnamen kunnen beluisteren? Verschillende versies van deze Inferno? Ja, ik heb er heel veel beluisterd, dus ik weet niet precies meer welke. Heb je die van Piazzolla zelf? Dat is een quintet. Volgens mij wel. Waarschijnlijk wel, hè, toch? Met de componist zelf. Ja. Er is dus een bewerking van Guido Kremer gemaakt. Ja. Het orkest, maar... Ja, precies. Kun je een lievelingsversie herinneren of zoiets? Of wat je je niet mooi voor ogen kon? Degene die ik me best herinner is iemand waarvan ik de naam heb vergeten, maar het was een mevrouw. Met mooi, veel haar. Met veel haar? Ja. maar ze speelt het ook heel mooi, vind ik. Ja, daar heb je niet zoveel aan, denk ik. Nee. Even kijken of even de Piazzolla. Ja, even kijken. Piazzolla in Vierano. Piazzolla in Vierano. Portenio. Hebben we het door hemzelf? Kijk, is dit de vraag? Dat is. Verder in het stuk. Het is heel doorvoeld, hè? Het is grappig, want in de originele quintetversie is de viool veel meer begeleidend. Af en toe met momenten, maar... Maar dit is natuurlijk een versie, is een vioolconcert, dat heb je meer te spelen. Maar heel belangrijk te bedenken dat tango nooit, helaas nooit leuk is. Het is nooit geestig. Dit is het tempo. Het is veel te langzaam. Alsof je leven ervan afhangt. Pijn. Pijn, het ritme. Dat is hij zelf, hè? De bandoneon. Ah. Dat is één gitaar, een originele quintetversie. Ja, nog iets verderop, even gesprongen. We kijken naar de climax toe. Ja, oké, dit is het. Ik spring heel klein beetje springen. Je moet veel sneller. Je moet echt als een maniak. En nog geen richting dan erop. Een popadari. Heftige emoties. Hier is het eind. Maar dit is de originele versie. Dit is natuurlijk een bewerking daarvan. Je hoeft niet precies zo te spelen. Sorry. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we... Het mag nergens soort van gezellig zijn. En ook niet een... excuse the word. Maar het is ook niet een soort van... lekkere, sexy muziek of zo. Het is heel, echt, tango is heel, het is wel sensueel, maar het is ook tragisch en het is echt grote emoties. En ritmisch heel vaak, moet het ritmisch echt soort onbewegelijk zijn. Ja, ik heb helaas heel erg veel gespeeld met iemand die deze stukken, die heeft maar Piazzolla ook gedaan had, dus dat ik altijd meekreeg inderdaad. Zullen we nog een keer doen van het begin? Helemaal begin of niet, vlak voor waar jij speelt. Niet te hupserig als jij erbij komt. Het is poco accelerando, komend van... 1, 2, 3, 4... Iets meer serieus. Weet je? Ja, misschien 12 maatjes voor dat zij speelt. Thank you.
als ik, sorry hoor, ik word heel precies, maar die schapapapam. Moet die niet te licht. Die moet dus echt een soort van. Ja, ja, precies. Ja, fantastisch. Maar één maandje daarvoor of twee wellicht. Dank. Heel gezongen. Hè?
heel snel, sorry. Nog even. Ja. Ja, kun je het alsjeblieft spelen alsof het Brahms is of Tchaikovsky. En geen in het Engels zeggen, don't do stuff. Don't try to make it a little more this, a little more that. Gewoon. Het is hele nobele muziek eigenlijk ook. En god, voor iedere Argentijn is het meteen tranen. Maar niet sentimenteel tegelijkertijd, ja. Het is maar wat die tango. heel eerlijk en diep. En niet, helemaal niet frivol. Helemaal niet. Misschien alsjeblieft. Ja, vrij gedragen, maar ook niet te zacht. Pam. Pam. Goed zo. Nog een keer. Wat zei je? Wat? Die noot vond ik ook raar, maar het staat... Er staat... De verkeerde noot, bedoel je? Nee, er staat een raar ritme in de partij. Waar? Nou. Ja, laat zien. Ja, zwart. Is fout. Ja, is fout. Ja, is fout. Ja, is fout. Je moet gewoon... Nee, goed, daarom deed je het dus. Nee, ja. Is fout. Thank you.
keer. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Iets meer klank. Kunt maken tussen het thema wat een tempo is en dan die soort improvisatie iets meer vrij mag ik in die aspect. Figure 8, dus deze. Diepgang als een Brahms adagio, als je speelt. Dat soort klank. Gewoon echt een warme, nobele, droevige klank. Niet denken van, oh tango, ik moet nu dingetjes doen. Helemaal niet. Gewoon, oké, mooi, mooi, komt goed. Dat is mooi. Een beetje tragisch eigenlijk. Ja. Langere. En nog een
is al door. En buiten tempo die tuur. Wachten. Papa, nee, dit is niet pop, het is. Dus. Ja, 1, 2, ik heb een maat daar. 1, 2, 3, 4. Pa, 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 pa. Ja, goed zo.
dat hij daarvoor hier, weet je, als muziekdoosje, niet te actief, dit is te snel, hè, voor Vivaldi. Pam, 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 pam. Beetje zoals Vivaldi. Ja, pom, 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 ja. Pom, 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 pom. Niet te snel. Cello solo. Heel erg mooi, kerstmuziek, doosje. Ja, zoals voor baby's. Muziekdoosje zachter en zachter. Dat de baby in slaap valt. Nu iets tijd nemen. Niet te snel. Ja, goed zo. Zoiets, ja. Ja, prima. In die richting. Ja. Heel goed. Heb je tijd voor een klein beetje, Nico? 10 minuutjes of zo? Of ik weet niet. Ik ben een beetje de draad kwijt. Anna moet jij echt strikt weg om les. Als we iets uitlopen, vind je dat ook oké? Nee, want ik weet niet eens wat de eindtijd is officieel. Nou, half zes, want jij kunt niet eigenlijk op het pakken. Nee, prima. Maar we pakken nog een stukje Nico. Een beetje Nico? Nee, blijf even. De eerste opname die ik ooit gemaakt heb was van deze. Is het eerst alles? Ja, ook. Ja, in de soepjes. Keer lang geleden. Ja. Oké, nou, dit is natuurlijk een heel erg mooi stuk. Thank you.
dat je echt doorvoelt en ja, prima. Ik, voor mij betreft, hoef ik niet nu per se te werken aan een ego. Ik vond het heel echt goed, echt mooi. Ja, dus toch even terug naar de Piazzolla dan. Want ik denk dat het gevaar van Nigo speel je zo mooi en zo met zoveel gevoel. Ik denk dat het gevaar is dat jij iemand om je heen, dan ergens iets wat je gehoord hebt, dat ja, je moet het een beetje het frivole zo uithalen uit de Piazzolla. Ja. En je moet met net zoveel gevoel spelen als deze Nigo. Net zo serieus. Dan is het zo fantastisch. Wil je om mee te eindigen nog eens keer de eerste 2 minuten van Piazzolla spelen? Mm-hmm. Met een soort gevoel, de wereld waar je in zat van Nigun. Natuurlijk is het een andere wereld, maar ook vind ik het helemaal. Misschien 2 of 3 maten voor wat jou uitkomt. Dat je ook echt iets. En iets meer gewoon hebben in de toekomst om wat te bereiken. Dat is natuurlijk erg mooi. Dus bravo.